De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Maar ook Haken zelf bleef met Jong Utrecht 7 keer ongeslagen en kreeg afgelopen maandag bij Jong Ajax een pak slaag en moet dus ook wat goed maken. Als dat dan tegen Cambuur kan, zijn oude ploeg, zou dat lekker zijn. Hier schot van Kalon. En dan staat uiteindelijk Muren, de topscorer, buiten spel. Ja, Kalon. Vorige week maakte hij er 4. Dan weet je dat de ogen op jou gericht zijn en dat er iets moet gebeuren. En er moet natuurlijk ook iets gebeuren met Jong Utrecht. Dat hier een grote kans krijgt. Het is goed leggen. En waarom leg je hem nog goed, vraag je je af. Jordi van Delen is de reddende engel. Lonwijk had die bal natuurlijk veel eerder moeten schieten. Kijk, de paas is goed. Aanname is prima. Het is geen buitenspel. Dan gaat hij om Stevens heen. Daar had hij moeten schieten. En nu geeft hij van Delen de gelegenheid om in te grijpen. Er zijn niet heel veel mogelijkheden op het sportcomplex Zaldenbach. En hier is Muren. Muren niet met de 1-0. De topscorer. 9 heeft hij er al in liggen. En de Jong had graag gezien dat hij zijn 10e had gemaakt. Maar Haken ziet zijn ploeg dus tot aan de rust de 0 houden. En dat stemt de oud-coach van Cambuur vrolijk. Het is zoeken naar een opening. En ja, hij weet dat de laatste tijd dus wel te vinden. Isa Kalon. Maar weer is de schot niet precies genoeg. McIntosh. Ah, Jong Utrecht doet lekker mee. En hier wordt bijna een eigen goal gemaakt door Hoedemakers. Veranderde het schot van Tjuhachi. Danig van richting. Dit is de corner die daaruit voortkomt. En daar is Van Rooyen. Die maakt altijd aparte goals. Die maakt altijd mooie goals en belangrijke. En waarom is deze nou zo bijzonder? Ja, het lijkt erop alsof hij het met het hoofd doet. Maar kijk eens. Hop, stevige borst. Ja, die heb je gekregen en die moet je gebruiken ook. Cambuur verliest over het algemeen alleen maar in uitwedstrijden punten. En hier een hensbal. Mamengi. En dan moet Teuben dit beoordelen. En die beoordeelt deze zaak in het voordeel van Cambuur. Ja, handje in de lucht. Eigenlijk is er geen discussie over. En dit is dan nummer 10 voor Robert Muren. En een hele belangrijke natuurlijk voor Cambuur. Dat meedoet in die stoelendans om de koppositie op dit moment de beste stoel heeft. Maar eigenlijk nog een goal moet maken om die stoel ook vast te houden. En dan moet je achterin niet dit soort dingen gaan doen. Het geluk is aan de zijde van Cambuur als Velanas hier deze opgelegde kans mist. Extra tijd. Toch nog Cambuur, toch nog Cambuur. Nee, de redding is van Fabian de Keizer. Het is de laatste kans van de wedstrijd. En weer in een uitwedstrijd eigenlijk laat de koploper punten liggen.